zover als onze speren reiken van de schrijver Xenophon, tekst A, zo'n mooie uitspraak van een Spartaanse vrouw. Erote Thaisa. Zoals zo vaak in deze korte, bondige uitspraken, beginnen we met een participiumconstructie. Erote Thaisa. Participium vrouwelijk van erotao vragen en wel participium vrouwelijk aoristus passief. Dus nadat ze gevraagd was, het is namelijk vrouwelijk, vandaar ze. Hypotinos atikes. Hypo bij passief betekent altijd door. Nadat ze gevraagd was door een of andere attische, namelijk een attische vrouw. We zien aan het geslacht atikes dat om een vrouw gaat. Zij zei, en het woord is, aan het woord is een Spartaanse vrouw. Maar nadat ze door een of andere attische gevraagd was, en wat die attische dan aan haar vroeg, dat staat tussen aanhalingstekens. Diati humeis argete monai ton androon hai lakainai. Diati, waardoor humeis, jullie in de nominatives. Argete, jullie heersen, dat is de persoonsvorm. Waarom heersen jullie, namelijk hai lakainai, de Spartaanse vrouwen, monai als enige en degene over wie je heerst zet je in de genitives, dat is natuurlijk toon androon. Waarom heersen alleen jullie, de Spartaanse vrouwen, over de mannen, of over jullie mannen? Nou, toen dat haar gevraagd was, zei ze, hoti, omdat, en het antwoord gaat hier verder, omdat kai ook tiktomen, wij baren van tikto, monai als enigen, omdat wij ook als enigen baren, en wat baren wij in de accusatieve meervoud? Andra's, omdat wij ook als enige mannen op de wereld zetten. Einde van deze mooie uitspraak.